14 jaar geleden besloot Johan Cruijff zijn bekendheid te gebruiken om de samenleving iets terug te geven voor alles wat hij aan de sport te danken heeft. Inmiddels brengt de Johan Cruijff Foundation al 14 jaar jeugd met en zonder beperking in beweging. 14 jaar waarin we samen met onze partners, supporters en donateurs al ontzettend veel hebben bereikt. Een jubileum dat we natuurlijk niet ongemerkt voorbij konden laten gaan. Op 14 maart werd het jubileumjaar ingeluid in het Olympisch Stadion. Onder andere met een speciale uitgave van het blad Helden. Dat niet alleen geheel aan Johan en zijn foundation was gewijd, maar waarvan ook nog eens een deel van de opbrengst naar de foundation ging. Ook werden in het Olympisch Stadion de 14 van Johan voor het eerst aan de Nederlandse pers gepresenteerd. 14 jongeren, met en zonder beperking, die het springlevende bewijs zijn van de initiatieven van de foundation en het Cruijff Instituut. 14 bijzondere ambassadeurs die zich een jaar lang inzetten om nog meer jeugd aan het sporten te krijgen. Wat ook de filosofie is van Johan Cruijff, van als je iets kan betekenen voor een ander, doe dat dan ook. En dat was nog maar het begin van een fantastisch jaar, waarin zowel de foundation als het Cruijff Instituut in de belangstelling stonden van zowel nationale als lokale media. Als zo'n kind 1000 keer zo'n bal opraapt, dan kan hij morgenochtend ook zijn mes of zijn vork opraapt als hij valt. Daar hoeft hij niemand voor te vragen. Ook zijn de Foundation en het Cruijff Instituut dit jaar nog nauwer gaan samenwerken. Via de Cruijff Colleges en University bieden ze jongeren de mogelijkheid om topsport en onderwijs probleemloos te combineren. Sinds de opening van het eerste Cruijff Court in 2003 zijn er inmiddels al meer dan 150 aangelegd. Duizenden kinderen leggen daar dagelijks de basis voor een goede lichamelijke, maar vooral ook sociale ontwikkeling. In Nederland, maar ook daarbuiten, met dit jaar de aanleg van veldjes in Saba, Curaçao, Japan, Zuid-Afrika en Spanje. Alle Cruijff Courts werden ook dit jaar weer met elkaar verbonden tijdens de Cruijff Courts kampioenen 6-6. Dat spannender was dan ooit. Naast gewone Cruijff Courts zijn er ook al 15 bijzondere Cruijff Courts aangelegd bij mitielscholen en revalidatiecentra. Want juist voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is sport ontzettend belangrijk om een volwaardig leven te leiden. En het houdt niet op bij de Cruijff Courts. Want via de sportprojecten die we structureel ondersteunen, de samenwerking met sportbonden en evenementen als het IJsfeest en de Open Dag, komen inmiddels 45.000 gehandicapte kinderen wekelijks in aanraking met sport. Naast breedte sport doen we ook aan talentontwikkeling voor deze speciale doelgroep. Zoals bijvoorbeeld het project Van Fundament tot Talent in samenwerking met de Nederlandse Skivereniging. Al met al dus nu al een fantastische kroon op ons 14-jarig bestaan. 14 jaar die nooit zo succesvol waren geweest zonder onze vrijwilligers en ambassadeurs, van wie we er inmiddels al meer dan 180 hebben. En ook niet zonder al onze partners, supporters en donateurs. Zonder hen is er geen foundation. Want alleen kun je niets, je moet het samen doen. Blijf ons dus steunen, ook de volgende 14 jaar.